wel te veel. Het is een stuk groter dan we in België gewoon zijn. Groter zelfs dan het grootste stadion in België. En je ziet dat alles hier perfect in orde is en perfect geregeld is. En het straalt gewoon klasse uit. En ja, daar kunnen we in België wel nog iets van leren. En om als Zoutenwaardigheim dat hier te zien eigenlijk is wel mooi. En, het is een mooie ervaring. Maar goed, ja, we hebben het nu vandaag gezien en dat is even de indruk ervan opdoen. Maar morgen zijn we wel klaar voor de strijd. Het is toch een speciaal gevoel dat kan. Iets waar we vorig jaar een heel jaar voor geknokt hebben. En oké, je hebt Europees. En nu hier is het echt wel de beleving tot en met, zeg maar. Mooie ploeg, mooie tegenstander, vol huis, 36.000 man, Champions League. Ja, daar droomde van. En het leeft ook enorm in de ploeg. En we zijn wel ambitieus om ons ook aan Europa te tonen. Het is een beetje België-Nederland. En dat is ook iets met een enorme geschiedenis en dat leeft enorm. Ook denk ik, ja, twee soorten voetbal toch. Het Nederlandse voetbal ook vooral balbezit. En normaal gezien is dat wel iets dat ons ligt. En ja, we hebben wel de wapens om PSV pijn te doen op de tegenaanval. En hopelijk kunnen we hier een goed resultaat neerzetten en op die manier de terugmatch zeer boeiend maken. Is nog een niveautje hoger, maar we hebben er geen schrik van en we zien het als een enorme uitdaging. En ja, we hebben ook veel jonge spelers die erop gebrand zijn om hun talenten te tonen en als ploeg zijn we er klaar voor. Ja, dat respect is er natuurlijk, hè. Alleen het feit al als je hier toekomt en als je dat stadion ziet en de organisatie en alles, ja, dan zie je wel dat ze wat dat betreft toch meer dan één stap hoger staan dan Zoutenwaardigheim. Maar sportief gezien is er geen respect en ook geen schrik of noem maar op. Er is alleen veel vertrouwen in eigen kunnen en eigen ploeg. En ja, we hopen gewoon dat we een goede dag hebben en dan geloven we dat we ze pijn kunnen doen. Ik heb gehoord dat ze daar in de hoek zitten, daar van boven, en dat het helemaal vol zit. Dus dat er, ja, ik geloof 1600 man, maar ik denk dat er nog meer volk zal zijn. Ja, misschien wel 2000 man mee gaan zijn van Waregem. Ja, dat is fantastisch. En ik ben ook heel blij voor de supporters dat zo'n mooie verplaatsing is, dat ze gemakkelijk kunnen meemaken. Want het zijn toch unieke matchen voor een ploeg als Zoutenwaregem. En als je dat meemaakt, dat is ook iets dat je later kunt vertellen aan kinderen en kleinkinderen. Dus dat is heel mooi.